Dat was een gelijk al een droomstart van dit duel voor jou en voor heel je club, Eriksson. Ja, zeker. Was corner, hè. Minuut 2 al. Ja, uit de hoekschop. Ja, lang geleden. Ja. Lang niet gescoord. Blij met mijn goal. En hebben voor 3 punten gezorgd. En complimenten naar het hele team. We hebben gebikkeld. Ook al was het wel een slordige wedstrijd. Maar zulke wedstrijden moet je ook gewoon winnen. En ja, blij met de 3 punten. En dat ik de score winnende mag maken, mooi meegenomen. Zat dat ook in de ontlading naar het doelpunt, die ik echt zichtbaar vond bij jou? Zat dat erin van, ja, toch een tijdje droog gestaan wat dat betreft? Ja, ik zat een tijdje niet zo lekker in mijn vel. Niet echt in vorm. En dan ben je echt op zoek naar die goal en naar assist. En als je dan zo snel mag scoren, dan daar kwam die ontlading dan vandaan. Ik zei op een gegeven moment in de tweede helft, jullie speelden tegen een ploeg met een man minder. Toen zei ik, ja, Dordrecht heeft dat eigenlijk lastiger met zichzelf dan met Helmond Sport. Ervaar je dat ook zo in het veld? Ja, klopt. We hadden niet echt ik had zelf niet het gevoel dat we echt een man meer hadden, want we konden de vrijman niet echt goed vinden. Ik denk dat we het verkeerd niet goed hebben uitgespeeld. Maar ja, en hun deden het ook wel goed. Het stond heel compact. Nog maar 5 wedstrijden en het sprookje ligt echt uit te gaan komen. Ja, nog 5 wedstrijden. Volgende week een hele belangrijke wedstrijd tegen Willem II. Directe concurrent. En dan zullen we zien hoe het afloopt. Als je die wint, dan kan dat eigenlijk niet meer misgaan, toch? Ja, misschien wel cijfermatig, maar gevoelsmatig niet meer. Ja, klopt. Dat doe je. Als je daar wint, doe je wel hele goede zaken. Maar uiteindelijk moet je gewoon nog 5 wedstrijden aan de bak. Dus die moet je gewoon allemaal winnen. Geeft deze wedstrijd wel vertrouwen dat je inderdaad ook Willem II, maar ook de resterende wedstrijden, dat je die gaat winnen? Of zijn er toch voldoende kritische noten te kraken? Ja, we hebben heel veel kritische noten vandaag. Maar ja, als je 3 keer op rij wint, na die slechte reeks die we hebben neergezet, is natuurlijk wel mooi. Ook knap dat jij staande blijft bij zo'n interview, terwijl al je ploeggenoten achter de camera de meest gekke capriolen uithalen. Dat ben ik wel gewend. Het zijn gekke teamgenoten. Dus. Leuk ploegje dit. Ja, echt een team.